Lieve YouTubers, hier nog een filmpje van Judith. Ik ga het hebben over de maand november met jullie. Nou, in de maand november wordt het altijd vroeger donker in de huizen. Dat zie je meestal wel. Eigenlijk merk je dat al met het verzetten van de tijd wat je eind oktober meemaakt. De blaadjes gaan natuurlijk meer vallen. De bomen worden kaler. Er is vaak veel regenkans, want je zit natuurlijk in november natuurlijk nog midden in de herfstperiode. Ook is er heel veel kans op mist. Soms krijg je in november wel ook wel eens natte sneeuwbuien of hagelbuien nog wel eens. Maar meestal is dat een beetje einde van november dat ik het dan over heb. Het is natuurlijk gisteren de 11e van de 11e geweest. Dat houdt in dat het carnaval begint weer. 11 november is ook de dag, zoals men dat zegt, voor Sint Maarten. Dan komen de kinderen met lampion in een lampionoptochtje vaak langs je deuren. En dan zingen ze een liedje voor de deuren en dan krijgen ze daar weer, mogen ze wat snoepjes kiezen die ze dan hebben willen. Verder de 11e heb je natuurlijk ook de Raad van 11 komt bij elkaar. Gisteren is 11 minuten over 11 's morgens het begonnen met het carnaval. Gisteren dus de 11e november. En ja, één moment, moet even onderbreken. Hier ben ik weer terug, lieve YouTube-kijkertjes van me. Ik moest even onderbreken, want de telefoon ging. Misschien hebben jullie dat nog net op de camera kunnen horen. En die moest ik even beantwoorden. Verder. Wordt het ook weer kouder natuurlijk in de maand november. De kans morgens moeten we. Eigenlijk worden zeg maar al bij de boerderijen en bij de manege staan eigenlijk de ponies en de paarden eigenlijk alweer op stal tegen die tijd. Want. Soms mogen ze wel eens buiten met een deken staan, maar dan moet het zonnetje nog wel lekker schijnen. Maar ook dan maar mogen ze een paar uur naar buiten en blijven ze geen uren meer buiten staan. En natuurlijk hebben de boeren de koeien natuurlijk alweer op stal staan. Die staan ook niet meer in de weilanden. Verder is er natuurlijk altijd zo ongeveer half november komt Sinterklaas weer aan in de meeste plaatsen. En dan zullen ook zeker veel vaders en moeders even met hun kinderen 's middags gaan kijken naar de optocht. En dat is eigenlijk een beetje wat ik jullie wilde vertellen over de maand november. Nou, ik hoop ook dat jullie van dit filmpje weer hebben genoten. Ik vond het weer heel leuk om dit weer even te doen. En tot de volgende keer maar weer. Het is een kort filmpje geworden. Misschien is de volgende weer wat langer. Tot ziens, lieve kijkers, YouTube. En nieuwe fans en iedereen die ik ben vergeten.